Paul Products en welkom bij een nieuwe aflevering van Jos PS Mitch. Ja, daar zijn we dan weer hoor. Dat betekent dus dat het Mitch is die je nu hoort. Oh ja, dat klopt. Ik ben Mitch en dat is Jos. Hey, hoe toevallig is dat nou weer? En we zijn vandaag in Merigol. Jawel, ik hou van tortillas. Dat is echt een goede imitatie. Kijk even voor op jou. Kan je nu zien in beeld? Ik zie track limits. Oh, pak zelf wel. Ik leg voor. Maar even de tussenstand. Jongens en meisjes, dames en heren, voor de eerste keer dit seizoen lig ik eerste. Hey, lekker Jos. Hoe lang dat gaat duren, dat weet niemand. Maar ik lig nu eerste, dus dan ben ik super blij. En natuurlijk ook nog even de constructeurstand die we even glad vergeten waren. Je zult zien dat we nu eerste staan met een kleine voorsprong op Mercedes. Maar we staan in ieder geval eerste. Fuck yeah. En McLaren is gestegen. Dat is ook wel noemenswaardig. Wat enig. Je hebt dus een vet mooi stadion, hè. Hier ga ik echt keihard crashen. Hij gaat niet kapot! Mitch, de auto gaat niet kapot. Hey, ik heb thuis een nieuwe helm omdat ik weer een nieuwe carrière mode ben begonnen. Jos, hoe vaak ga je dit nou doen? Ja, als het goed is niet vaker als dit, maar ik weet niet. Jij mag gewoon vaker van helm wisselen, dat is wel ziek. En natuurlijk, op P1 en 2, de Mercedes. Ik word hier echt heel moe van, gewoon. Ja. Ze gaan toch wel kapot. Ik was 22ste, nou ben ik in één keer niet meer 22ste. Ja, dat weet ik ook allemaal niet hoor. Ja, boeien. Waarschijnlijk gaat dit hem niet worden, maar ja. En anders is het de schuld van Stefan, en zo simpel is het. Precies. Arby een beetje ready. Nou, ik ben wel klaar om te formeren eigenlijk. Zeker, ik ook wel. Nou, ik zou wel even formeren. Oké, daar gaan we dan. Huh? Daar sta je achter mij. Oh, ik ga wel linksaf. Save dit. Oké, ik ga nou proberen deze information lab uit te rijden, jongens. 2 seconden later. 1, 2. Oh, Vettel gaat ik had je. Zo bang voor die bent. Ik lig tweede. Nee, Rosberg ligt tweede. Oh, ging goed. You're leading. Maintain pace. Shit. Haal hem in. Waar is de ridgepoot als je hem nodig hebt? Ik heb zelfs geen benzine meer. Willen die twee idioten in de Red Bull auto's nu zich naar de kassa hebben gegeven? Oh, ga je slipstream. Zodat we onze voorvleugels af kunnen rekenen. Oh shit. Daar gaan we. Diver. Oh, zo so close. Ja, nou mag ik niet meer. Ja, moet ik ook teruggezet. Pranks. Wat een mooie helm heeft die knel. Kost goed bij mijn banden. Sorry hoor. Kijk al die Spaanse, Duitse vlaggen, jongen. En de Europese, we zijn in Mexico. Dat is wel een Mexicaanse vlag trouwens. En de Poolse vlag. Over degene die op Pool staat natuurlijk. Oh! Don't call my name, don't call my name. Sergio Perez. Omdat het Mexico is, snap je? Ja! En dan is het mooi dat je dat snapt. Zeg je die tortilla? Dat is best goed jij dit. Oké. Godverdomme, dat was spannend. Nou, Mitch, heel veel succes. Oh, 5 rode lampjes, daar gaan we dan hoor. Jij ook succes aan Jos. Dankjewel. Op een mooie race. Zo, wat een drumrol weer, joh. Sorry, man, je hebt een slechte start. Holy shit. Wie is dat? Nezzer. Ja, waar ga ik trouwens heen? Ja, weet ik niet. Ik ging echt rechts voor jou. Ik keek echt achter. Oké, wanneer ga je remmen? Wacht, nou nog niet. En nu. Oh shit! Mate, je bent helemaal geflipt. Ga goed. Ik ga weer in. Doei. Oh kut. Al die mensen. Holy shit. Ik ben helemaal gek. Wat doe ik? Doei. Was weg, ga weg. Yo, nee. Oh, we kruipen er bijna. Oké. Okay. Oh shit, mensen gaan niet breed. Yo, ik heb tweeders. What the Nee, ik ben gespind. Nee. Oh nee, rip. Eerstes! Little bitches, eat my shit! Als je wil, ook niet per se. Hallo. Wat is er nou? Ga eens weg, jongen! Ga eens van me af, what the fuck? Wie is het? Palmer, jongen! Als er één man is waar je moe van wordt, dan is het sowieso Palmer. Als er één man is waar ik moe van word, dan ben jij het, Jos! Ja, en ook een klein beetje van mezelf. Maar ja, dat is logisch natuurlijk. Nee, maar dat was een goede eerste ronde. Ik heb in ieder geval één iemand ingehaald. Die had mij ingehaald. En toen had ik jou erin gehaald. En toen ging iedereen in één keer clashen ofzo. Ik dacht echt serieus, ik keek heel snel net. Toen ik Räikkönen wilde inhalen, toen dacht ik dat Hamilton in een Ferrari reed. Huh? Ben ik helemaal in de war. Dan hoop ik dus wel echt dat we die medium tire mogen gebruiken. Want anders wordt het moeilijk verhaal. Want mijn banden die slijten als een malle, jongen. Hè? Dat is niet normaal, dus ik weer, joh. Ik heb nou al 7%. Ik heb nog... Geel, er is geel. Oh, ik Fiat en Grosjean en Alonso zijn eraf. What the fuck? Wat hebben die nou weer gedaan? Een groepstuk of zo. Aan de binnenkant bij Nasser. Aan de binnenkant bij Nasser. Doei, Nasser. Die kapotte. Oh, ik ben mijn voorvleugel kwijt, denk ik. Oh, valt mee. Weer op een Renault, overigens. In deze game valt het in ieder geval wel mee als je je voorvleugel eraf rijdt. Daarom houden wij zo van deze game. Aan de binnenkant bij Magnussen. De lijn is langzaam. Hij tikt me aan. Oeh, ik spin bijna. Ik vang hem nog. Gewoon heel blijven als er ooit een safety car komt in deze race. Dan ga jij daar de vruchten van plukken. Of hoe ze dat ook dat zeggen. Ja, dan heb. Aan de binnenkant bij Wehrlein. Sebastian Wehrlein. Oh, paaltje meegenomen. Mis de vernietiger. Daar zijn we weer. Dankjewel. Back from weg geweest. Teamwork. Dan kan ik zo meteen die bocht afsnijden daar. Oh, dat is wel chill, ja. Voor jou.
Zo, dan gaan we nou even slipstream vest. Oh, Saints in de slipstream bij Eriksen. Zet hem ernaast. Wat een move van die vent. Oh, wat een move. Als jullie verdedigen, dan pak ik de buitenkant wel. Doei, dubbel overtake. Later. Oh, ik zat een beetje scherp te kijken. En ik vond het mooi hoor. Welgemeend applaus als dat zou kunnen dat geven. Dat was wel mooi, hè. En ik geef een applaus naar mijn tanden. Dat is pijn? Ja, inderdaad. Zo, 3 breed hier, joh. 4 breed, want ik ga er gewoon naast. Doei, triple. Ah, oh, Ligero heeft ik op Harianto. Wie is Harianto nou weer? Ik niet. Is dat die boxer? Oh, fuck. Reed maar naar de volle muren, joh. Zijn er iemand Harry? Nee. Harry, gaat die? Ja, helemaal best wel prima. Dat was personeelsfeestje vorige week. Lekker veel gesnoven. Ah, goed om te horen. Oh, pas op. Hoppakee, aan de buitenkant bij Harianto. Later. Ik lig in de poente. Hoe zit Harianto komt terug? Dat is niet de planning. In de slipstream bij Button. Klonk. De deur is open. En in vliegen we er voorbij. Later. Maar je mag toch helemaal niet vliegen? Dat is tegen de regels. Hoi Arxis. Nou, dat vind ik niet aardig en dan ga ik tegen Hans zeggen. Hans. Jos. Hoi Arxis. Hé, jij ook al. Hans. Ik dacht dat ik je kon vertrouwen. Oh, dat was een cornerkutje. Massa, ken je dat? Nee joh, gek! Die man is echt gek jongen, stuurt weer gewoon in hè. Oh, nou zit ik achter Vettel. Hij heeft iets tegen jou. Ja, Vettel ook. Daar komen we, epische battle met Vettel. Ik bedoel, epische battle met Vettel! In de slipstream. Weet je, de livestream, alleen dan mijn auto's die slippen. Voor de DRS-zone ben ik er al langs. Later Vettel. Nou, zo episch was die niet. Ik heb geen inspiratie om over dingen te praten. Het enige wat ik zie is een helikopter in de lucht. Iedere keer. Ja, jij ligt echt gewoon al 3 kilometer voorop. Dat is echt niet leuk. Ik bedoel, geniet er dit. Maar bij mij duurt het nog wel even. Hé, hey, daar heb je de man van de aflevering. Oh, Sebastian Perez. Ja, en Sergio Vettel. Die lijkt best cool. Ja, eigenlijk wel. Later. Oh shit, ja, nou ben ik dood. Was dat een Mercedes? Nee, dat was Perez. Dat is het alle Mercedes in hoor. De laatste achterblijver reed ook op het rekenstuk. Oh shit, ik heb geen idee. Ik heb een paaltje voor mijn neus hangen. Ga eens weg, man. Ik heb de Rus. De Rus? Kvyat? In de slipstream bij Perez. Daar gaan we. Gaat hij een move maken, Bottas? Natuurlijk niet. Oh, dubbel overtake. Tuurlijk. Geen probleem. Kost wel een beetje hondentijd. Hans zei tegen me dat ik naar de mediums moest. Maar dat doe ik nou nog niet, want ik moet er even van nadenken. Maar je houdt toch helemaal niet van waarzeggers? Dat is waar. Harry, kende even naar de Shell. Wat denk je Shell? En waarom? Ja, dan ken ik langer door je rits rijden. Dat gaat dus niet gebeuren, want dat is een sponsor van Ferrari, joh. Zo is dat een sponsor van Ferrari. Ja, maar allemaal niet. Ja, dat maakt mij niet uit. Ik moet gewoon benzine hebben. Dus we hebben Total, hè? Oh ja, dat gaat allemaal naar Total, joh. Dan neem ik gelijk een broodje hamburger mee. I need you to stop cutting the corners. Wat een gezeik, joh. Waar je lekker met je eigen dingen bezig of zo? Besansen of zo? Ja, of pokeren met de denkbeeldige vrienden van Hans. Rosberg gaat de poets in. Ah. En Hamilton ook. Mercedes dubbelstekt. What the fuck? Ik wist dat ze gek waren, maar... Yo, Rosberg wordt intens opgehouden. Lekker! Oh, het is croissant! Hey, Romein! Alles goed? Wil je wie jou negeren en zo? Hey, dat kan allemaal niet en ze gaan niet aan de kant en nu ben ik boos. Aan de kant, croissant! Zo, hij is nog niet pissen. Ga van de lijn af, je kut. Yo, hij gaat gewoon niet van de lijn af. Dat was een overtake. Ik ga even lekker de pits in. Jongens, ik ga mediums eronder monteren. Want dat was de strategie die werd voorgesteld. Dus dan zal het wel goed zijn, hè? En anders weet ik weer de schuld geven. En dat is Kvia trouwens. Hoppakee. Oh, bij de pits staan ook paaltjes. Ik heb per ongeluk een 3 seconden penalty gekregen. Nee, oh godverdomme. Yo, dankjewel. Hey Max, ik zou wel van tevoren dat ik naar binnen wilde. Oh, okay. Get wrecked, Max. Oh. Zuur. Hey Jos. Oh. Jos. Oh. Jos, we gaan racen met elkaar. Doei! Dat lijkt me niet handig. Jij bent toch eigenlijk sneller. Eigenlijk wel. Yes, kick eerste! Ik hoef niet meer in de pits in. Oh, ik heb iemand in beeld. Oh. Ja, je dacht ik in die eerste. Oh shit, doe ik het weer. Oh, wat stom, jongen. Ja, we moeten een beetje met elkaar racen, maar dan... Als jij in AI was, had ik echt al lang gedived of zo. Op een of andere mongolische manier. Het nadeel is, zeg maar, ik kan net zo laat remmen als jij. De AI remt gewoon fucking vroeg. Zo pomp je wel echt bijna een van de snelste rondes eruit. Als ik nou DR Easy heb... Oh mijn god, ik had die bocht net. Pwan, 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 pwan. Goed zo, ik dacht jou. Ja, maar ze zijn zo goed, hè. Yo, ik heb mijn vleugel kapot gereden op jou. Jij remde vroeg? Remde ik vroeg? Ja. Uit nader onderzoek is gebleken dat beide heren exact op hetzelfde moment hebben geremd. Wat eigenlijk best wel fucking knap is. En ben door. Maar wij zijn gewoon zo aan elkaar gewaagd dat we toch iedere keer bij hadden. Oh, godverdomme. Oh, godverdomme. Jos, Ik ben het. Dit heeft lang geduurd. Het is echt aan nu, hè. Wie ben je naar binnen? Doei. Ik heb de DRS op jou. Daar kom ik. Daar komt ie. Hou je dat? Wow. Ik loop hard in.
Lijpe actieshots, heb je weer D-Rans. Ik had alleen niet zo'n goede exit op deze. Ik kan nou mooi aan jou meetrekken. Oh shit, ik schiet er voorbij. Mijn banden zijn redelijk kapot namelijk. Maar nou is de bitwinner natuurlijk voor jou. Ja, ja. Mijn naam is Henk. Maar ik vind het wel chill, ik kan jou nou gewoon een beetje bijblijven. Dat is voor mij een voordeel, want ik ben nou sneller dan dat ik er straks was. En we geven elkaar DRS, dus eigenlijk hebben we een fucking voordeel hiervan. Want als je in je eentje rijdt, krijg je geen DRS. Harry, kom eraan jongen. Zijn maar eens een paar supersots klaar. Hans, hij komt eraan jongen. Nou, leuk man. Heb je niks aan, maar hij komt eraan. Er staan drie pijltjes die je kan omtimmeren. Oh, ik missen. Ah. Oh, ik heb er één. Yes! Ja, ik heb er twee. Ik wil zo'n beetje laten elkaar hier, joh. In ieder geval. Ik denk gewoon een hele pitstop voor. Dit is wel andere boande, toch? Ik heb supersots. Oh, Hamilton overtrekt een stuk nu. Dat wordt spannend. Oh, ik moet Hamilton nog inhalen. Hamilton haalt mij nu in. Oké, heb ik nog wat te doen. Hé, hey, de achterblijvertjes weer. Sowieso weer kotom. We zorgen dat ik geen penalties krijg. Ja, dit gaat niet lang duren voordat ik Hamilton in heb gehaald. Ik ben veel sneller. Yo, Hamilton ingehaald. Er is wel echt een flink gat tussen Hamilton en degene die achter hem ligt. Ja, dat moet dan Rosberg zijn. En waarom dat hun zeg maar dingen hadden, dubbel stacked hadden. Oh ja, Mercedes-strategieën. Altijd goed, behalve voor hemzelf. Oké, dan gaan ze weer. Grosjean aan de kant. Grosjean aan de kant. Dank je. Wow, ik ben zo sneller dan die Vuent. Die lijpe croissantenbakker. Dat is precies genoeg, Hans. En dat ga je goed berekend. Fastest lap incoming. Hey! Wow, in 19.6. Je called it. Fiat. Ik ga wel 4 seconden voorop hebben. Doei! Dit wordt tenminste een 1-2'tje die wel interessant was om te zien. In ieder geval tot en met de ronde 14 is het spannend geweest. In ieder geval als we gewoon niet mijn beelden gebruiken. Dat is best een leuke race. Oh, white. Het is zo white als de dinges van je moeder. Ja, die dinges, ja. Mediums zijn niet mijn favoriete band. Ik heb in 1 ronde tijd al 4 seconden goed gemaakt, ja. Maar dat komt omdat ik natuurlijk fucking... Je rijdt wel op 2 compoundjes harder. Zachter. Dat verloor maar. Excusee. Ik deed een bolletje. Hallo, lafje. Daar recht een stukje, jongen. Hè. Ik ben gewoon echt gewoon totaal afgeleid dat ik aan het racen ben. Omdat ik gewoon al naar andere dingen aan het kijken ben dan op de baan aan het letten ben. Even je ballen krabben. Pak je thee zetten. Beetje je neus ophalen en zo. Ik zit 15 seconden voor. Hey publiek. Hoi. Of zoals jullie in Spanje zeggen. Hola. Hola. Ja, ze zeggen ze Spanje, maar ze spreken de Spaans. Dus als jullie denken van, jongens, what the fuck, ze spreken toch Mexicaans daar? Nee, dat heb je helemaal verkeerd. Maar hebben wij dan volgende week een Formule 1 video eigenlijk voor onze beste kijkertjes? Nou, dat kunnen we nog wel even discussiëren. We hebben nog 2 rondes te gaan om dat te beslissen. Ja, want de kalender staat het eigenlijk niet toe, maar we kunnen natuurlijk wel gewoon een special maken ofzo. De racekalender is in principe bekend. Het is zo bekend als iemand die je kent. Hey, weer een Discord penalty. Hey, Golly en Palmer, dat is de klootzak die jullie ervoor zorgen dat ik... Er in de eerste ronde afging en hij rijdt nog steeds de laatste. Hey Fia, doen we eens even excluden. Jongens, kent geen Nederlandse woorden. PNL. Terwijl heel die zin die ik net zei allemaal Nederlandse woorden waren. Deze houden mij niet uit. Kom aan man, blue flag, blue flags! Ja, ik ook hoor. Ik heb Jammer ingehaald. Lig ik nu eerst, hè, want ik heb iemand ingehaald. Nee, ik lig zo meteen 18e, omdat ik dan weer leid in haal. Pascalke, ja, is even weg, Pascalke. Je gaat fout, Pascalke. Voor jou dan, want dan... Tief ik jou eraf als je daar weer rijdt. Maar het ging goed. Dames en heren, laatste raande. De cirkel! Hey, ik zit achter. Kortom. Oh, baby. De kortom. Yo, rot op, joh. Heel de wedstrijd. Geen schade. Geen penalties. Geen botsingen. Kan eens goed kunnen stoppen, want beter dan dit gaat niet worden. Kevin! Hij gaat vast de lijn. Die man. Dit is mijn laatste ronde. Oh shit, dit gaat echt nog bijna gebeuren ook, joh. Donder een eind op jou met je kutauto. Op meteen met je baksteen op wielen. Oftewel Renault. Want hier komt de stadionsectie. En dames en heren. Daar heb je vuurwerk. Daar hebben we vuurwerk. Hoi, wat mooi. Ja, dank u. Muchos gracias en zo. Hey, ik zie allemaal vuurwerk. Ik kom nu het stadion ingereden. Nasser, je stelt mijn spotlight. Ga van mijn neus weg. Zo kunnen ze maar niet in beeld brengen, want ik heb gewonnen. Wim! Hey, daar kom ik aan hoor. Red Bull. Oeh. Hij is zo. Yeah! 0 tot 12, allemaal een plek verloren. Ja, dat was best wel oké. Die penalties. Ja, ik kon hier wel van genieten hoor. Ik heb hier er allemaal Ik heb 10 seconden goed gereden in die 3 rondes op jou. 3 of 4 rondes. Hoeveel? Of supersofts. Zoveel zijn die banden eigenlijk gewoon... Ja, hoeveel is dat per ronde? 2,5 seconden per ronde of zo. Oh shit. Nou dan gaan we maar eens even lekkere koekeloeren bij de persconferentie. Ja, de persconferentie, dat is leuk hè. Wees toch wel. Tot die man vragen gaan stellen. Ah ja, dat is wel waar. Doei! Hè? Dat was doei alleen dan in Spaans. Oh. Haha, hoppakee! Zitten we weer hoor? Ja, er zit nog steeds niks in. Er zit nog steeds stof in. Ik weet niet waarom je eruit gaat drinken, maar er zit niks in. Ja. Gefeliciteerd met je 2e overwinning, Jos. Vertel wat over deze race, alstublieft. Ja,
Wat denk je zelf? Ik ben fucking blij, jongen. Echt mijn tweede race van het seizoen pas gewonnen. En de stand aanvoeren. Wat moet je nog meer zeggen? Het was eigenlijk het hoogtepunt van mijn race. Was eigenlijk gewoon de battle met Mitch. Dat was echt leuk. En de rest van de race heb ik eigenlijk vrij weinig gezien. Dus je zou kunnen zeggen dat ik de race gecontroleerd heb. Dat is ook zeker waar. Dus zeg dat maar gewoon. En meer heb ik eigenlijk niet aan te voegen. Want wat moet ik anders zeggen dan? Ik heb gewoon een beetje gas gegeven, dat was het. Ja, vandaag heeft maar één iemand het recht gehad op de overwinning. En die man die zit naast me. Van begin tot eind heeft hij... Nee, jij. Ik heb Sorry. Dus dat is Jost, die bedoelde ik. Dat ben ik. Hij heeft gewoon van begin tot eind heeft hij eigenlijk gecontroleerd. Hij lag naar ronde 1 al gewoon vooraan. Naar een geweldige start. Hele mooie acties. Gewoon dan al gewoon vanaf dat punt gewoon de race al te controleren. Ja, dan... kan ik niet anders zeggen dan petje af. Ook al had ik mijn petje niet op tijdens de race. Helm afdoen, ja, dat kan niet, want dat gaat fout. Nee. Dus maar mijn eigen race, ja, ik had iets meer concurrentie willen bieden helaas. Het gevecht met Jos was leuk. Jammer dat mijn banden te ver versleten waren om echt bij te kunnen blijven. Maar ik heb wel echt genoten van de race alsnog. Ook ondanks dat ik met Palmer in aanraking kwam en spinde waardoor ik weer achteraan moest starten. De Engelse racefans zijn eigenlijk niet zo blij met jullie op dit moment. Nou ja zeg. Jezus joh, die man wordt er echt ook gewoon de week wel lelijker op jongen. Ik word gewoon verblind. Ja, ook holy shit, ik kan er niet heel erg naar kijken ook gewoon. Maar... Ik bedoel, kijk, als je uit Engeland komt oké, maar bedoel, dan kan je Hamilton verdedigen, dan kan je Palmer verdedigen. Button, inderdaad, die heb je ook nog. Die loop je ook al week in, week uit te verdedigen. Ik bedoel, ja, het is leuk dat je uit Engeland komt, maar wij zijn gewoon Nederlanders en wij racen op onze eigen manier. En als je het dan niet leuk vindt, ja, dan moet je maar eens anders gaan klagen. Want wij zitten hier met de bekers, zonder straffen, en jij zit daar met je fucking microfoon en je stropdas. Ja, wie had het nou beter van elkaar? Ja. Met je stropdas. Ja, dat zei ik dus ook al. Ja, vind ik dus ook echt een goed punt om te maken. Nou, ik ook. Oh, fuck jullie ook maar. Oké, nou dat was dan weer. Ja, nou moet ik poepen. Ah! Is maar goed dat je dat hier in de auto doet. Oh mensen, ik ga snel deze afsluiting doen. Anders sterft iedereen hier van de lucht. Daarvoor kijken tot de volgende keer. Met een speciale Formule 1 video. Later.